bekennen imam Ali alayhi salam, we kennen de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, we kennen misschien iets van Sayyidah Fatima alayhi salam, waad imam al-Hussein alayhi salam, dat verhaal kennen we zeker. Weet je, dat verhaal kennen we zeker, want we hebben een beeld bij. Imam al-Hassan alayhi salam, mensen beginnen al een beetje shaky te worden. Denk van, ja, kleinzoon van de profeet toch, belangrijk persoon, oké. Gaan we verder, imam Zain al-Abidin, mensen kennen hem misschien vanuit de spiritualiteit, Sahif al-Sajjadiyya, Ramadan. Gaan we nog verder, imam Muhammad al-Baqir, dan houdt het bij de meeste mensen al op, zeg maar. Omdat waarom? Kijk, die verhalen van imam Hussein alayhi salam, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, die krijg je standaard mee in de bijeenkomsten. Dus je hoeft er weinig voor te doen. Als je op TikTok gaat, als je op Instagram gaat, real stories, whatever, die krijg je standaard mee. Dus je zit in een passieve setting. Allah geeft de voorkeur aan de mujahideen in plaats van de qaidin. Mujahideen, iemand die moeite doet, iemand die actie verzet om iets te willen doen. Hij zet hen boven de mensen die zitten. Oftewel, die passief zijn en niks doen. Dus wij hebben gezegd, na de vierde imam worden we heel erg shaky. Weten we eigenlijk niet heel goed meer hoe die lijn doorgaat. Terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam, ik heb het vandaag nog opgezocht, en Sahih Muslim heeft gezegd, el khilafa min ba'di isna ashar, wa kulluhum min Quraysh. De leiders na mij zijn 12. En ieder komt van Quraysh. Maar, subhanallah, als je deze lezing bekijkt van de Sunnitse broeders en zusters, of salafisten, die zeggen 12 leiders. We beginnen met Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Imam al-Hassan, sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee, alayhi salam. En dan Muawiyah. En dan Yazid. En ik ben zelf, hoe dan? Want de profeet zei, die mensen, dat zijn vertegenwoordigers van Allah subhanahu wa ta'ala. Die mensen moeten haast onfeilbaar zijn. Hoe kan daar iemand bij zitten die zo'n grote terroristische daad heeft gepleegd tegen imam Hussein alayhi salam? Imam Muawiyah die heeft gevochten tegen imam Ali alayhi salam. Dat kan niet. Dus eigenlijk, die hadith in Sahih Muslim, waarin, in onze boeken staat het natuurlijk ook, maar el khilaf min ba'di ithna ashar, die kan niemand uitleggen. Binnen de Soenitische wereld kan niemand deze hadith uitleggen. Dus el khilaf min ba'di ithna ashar, de leiders na mij zijn 12, kan niemand uitleggen in de andere islamitische wereld. Waarom? Omdat ze er niet uitkomen. Niemand kan 12 leiders opnoemen die achter elkaar zijn gekomen die rashidin zijn. Zelfs binnen hun perspectief rashidin zijn, kunnen ze niet. Ze komen er niet uit. Dus alleen dit is al een hujje. Alleen dit is al een bewijs. Dat in onze beide boeken staan, wat uit ratio je wel naar de Ahle Bayt moet leiden. Want wij kennen onze 12 leiders. Tenminste, wij zeggen ze te kennen. Dus ik ga terug naar wat ik zei. Onze vijfde imam, imam Muhammad al-Baqir. Wat weten wij over hem? We kunnen zeggen, imam Muhammad al-Baqir was diegene die begon met de aqide te presenteren aan de moslims van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Wat wij vaak zeggen is, imam al-Sadiq alayhi salam, die maakte de fiqh. En de zoon van imam Muhammad al-Baqir, de zesde imam, of imam Muhammad al-Baqir, die maakte de fiqh, die maakte de aqide. Dat klopt niet. In de zin van, hij presenteerde de aqide. Want de aqide die imam Muhammad al-Baqir presenteerde, is de aqide van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Hij maakte in essentie niet iets nieuws. Het was er altijd al. Maar hij kreeg de relatieve vrijheid om die te presenteren. Imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, begon met universiteiten te zetten. Baqir al-Ulum. Diegene die kennis openspleit en het verspreidt aan mensen. Zoals een boer ook een stuk grond openzet en daar zaden in neerzet, deed imam Muhammad al-Baqir alayhi salam dat ook. Imam Ja'far al-Sadiq, onze zes positie. Ik zei tegen jullie, als jullie echt helemaal niet meer weten en helemaal verdwaald zijn in jullie hoofd, maak dan een voetbalelftal en onthoud die nummers zo en misschien kom je er dan uit. En daarna vergeet die voetbalelftal en houd die getallen op een andere manier in je hoofd. Dus nummer zes, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Ja'far al-Sadiq, was diegene die tussen aanhalingstekens meer relatieve vrijheid had. Want hij werd nog steeds in de gaten gehouden door spionnen en dergelijke. En uiteindelijk werd hij vergiftigd. Dus hij had niet superveel vrijheid, maar hij had meer relatieve vrijheid om in Medina, in de moskee van de profeet, echt zijn ding te kunnen doen. Echt om de aqide van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, echt te kunnen presteren. Want zoals wij weten, tussen 100 jaar na het overlijden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, de geliefde van Abu Bakr en Omar en anderen, daarin mocht je geen hadith opschrijven. Alles werd verbrand. Alle boeken werden verbrand. Niemand wilde dat die sunnah op een bepaalde manier, of die hadith, volgens hun redenen, zodat niet verkeerde dingen werden opgeschreven. Maar eigenlijk werd er niks bewaard. Dus hoe kan je dan daarna, je hebt Abu Hanifa, dan heb je Malik, et cetera. Maar wij zeggen, wij gaan terug naar imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq gaat terug naar Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir gaat terug naar Zain al-Abidin. Zain al-Abidin gaat terug naar imam Hussein, imam al-Hassan.
Imam Ali alayhi salam, de heilige profeet. Dus onze link, we hebben een golden link. We hebben een golden chain, waar niemand ooit wat kan zetten. Zoals zegt, waar heb je informatie van, hoe is dat betrouwbaar? Ja, kijk naar deze gezegende familie, die Allah subhanahu wa ta'ala verplicht laat stellen aan ieder moslim om tijdens zijn gebed vrede te zoeken. Zelfs Sunnitse moslims, wij zeggen Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad in onze gebeden, dat wij zeggen assalamu alaikum. Dat is verplicht voor ieder moslim. Dus Imam Sadiq alayhi salam, dan gaan we verder. Wie is de zoon van Imam Sadiq alayhi salam? Wie weet dat? Doe maar. Imam Musa. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. Ahsan. Ja, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. El-Kadhim. Waar denken we aan? El-Kadhim, de rustige. Allah subhanahu zegt Allah subhanahu wa ta'ala iets in de Heilige Koran over el-Kadhim. Wal-Kadhimin el-Ghayf. Wal-Afina an-Nas. Wallah yuhibbul muhsinin. Allah zegt in de Heilige Koran. Degene die Kadhim zijn, oftewel die hun woede inslikken, dat zijn de overwinnaars. Wal-Afina an-Nas. En diegene die mensen vergeven. Dus eerst je woede inslikken, niet terugreageren, vergeef ze. Wallah yuhibbul muhsinin. En Allah houdt van diegene die goed doet. Er is een hadith van de Heilige Profeet sallallahu alaihi wa sallam. Wanneer hij de mensen zag in de woestijn en kwam een metgezel naar hem toe. Zegt, kijk profeet, deze man is zo sterk. In die tijd had je ook iets wat heet Iron Man. En die mensen daar in de woestijn, die gooiden met rotsen. Hij zei, kijk hoe sterk die persoon is. De profeet zei, sallallahu alaihi wa sallam, diegene die het meest sterkste is, is diegene die zijn woede kan inhouden. En zo denken we aan Imam al-Kadhim alayhi salam. Probeer bij ieder imam één zin te hebben in je hoofd. En die zin steeds uit te breiden. Zo schrijf jij in je hoofd een boek, een pagina. En breid steeds die zinnen uit. Breid steeds jouw kennis uit. Zoals Sayyid Yusuf zei tegen ons, Sotur Rahman. Iedere week één nieuwe vers leren. En probeer op een dag van een overlijden, een dag van een geboorte, één zin toe te voegen in je hoofd. Over wat je over hun kan vertellen. Dus we gaan verder. Imam al-Kadhim alayhi salam. Wie is de zoon van Imam al-Kadhim alayhi salam? Imam Rida. Wie zei dat? Dani. Dani, assalamu alaikum. Dus Imam Ali al-Ridha alayhi salam. Imam Ali al-Ridha alayhi salam. Wij weten, hij is begraven in Tours, in Mashhad. Maar hoe is hij daar gekomen? Want de Ahlul Bayt die woonden met name in Medina of in Irak. Hoe is hij daar gekomen? Dan moet je eigenlijk weten wat de politieke situatie was in die tijd. Je had eerst de Bani Umayya. Bani Umayya werd verslagen door Bani Abbas. Bani Abbas, die kwamen eigenlijk en die zeiden, jongens, wij houden van de Ahlul Bayt. Want er was zoveel onrust. Wat deden ze? Ze gingen een propaganda opstellen. Want de mensen hielden van de Ahlul Bayt. Ze gingen een propaganda opstellen van, jongens, weet je wat? Laat ons aan de macht. Wij houden van de Ahlul Bayt. Wij geven hun een goede positie. Ze mogen zelfs leiders worden bij ons. Want dat klopte natuurlijk niet. Hè? Dat deden ze uiteindelijk niet. Dus Ma'mun, de zoon van Harun al-Rashid. Die helemaal niet Rashid was natuurlijk. Die verplichtte hem uiteindelijk om naar Iran te gaan. Om naar Perzië te gaan. En in Perzië had je heel veel liefhebbers van de Ahlul Bayt, alayhi salam. Dus hij dacht, weet je wat, ik hou de mensen rustig, ik hou de mensen kalma, ik hou ze tranquilo. Als ik imam Ali al-Ridha alayhi salam van Medina naar Mashhad toe breng en zelfs tegen hem zeg, weet je wat, jij wordt de khalifa naar mij. Want imam Ali al-Ridha alayhi salam, die kreeg een positie in de regering van de islamitische rijk in die tijd. Je hebt sommige mensen die zeggen, ja, hoe kan je in deze tijd iets een positie hebben in de regering in Nederland, de regering zo en zo en zo. Oké. Nabi Allah Yusuf, die werkt ook bij de regering, maar hij deed zijn ding binnen zijn sector. Hij ging niet meedoen met de leger die andere mensen vermoord. Nee, bijvoorbeeld hij had verantwoordelijkheid voor de financiën. Hij deed zijn ding financiën en hij deed iets goed voor het land. Imam Ali al-Ridha alayhi salam werd verplicht om in de regering te gaan. Dus hij deed daar natuurlijk goede dingen in de regering. Hij zorgde voor de armen, hij zorgde voor gelijkheid, hij zorgde voor vrouwenrechten. En hij leerde de mensen natuurlijk heel veel over het geloof. Maar hij wordt el-Ghareeb genoemd. Waarom? Hij moest zijn familie achterlaten in Medina. Hij moest naar Masjid. Maar nu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem gezegend met een van de drukste moskeeën in de hele wereld. En volgens mij, uit mijn hoofd, in oppervlakte de grootste moskee in heel de wereld. Zelfs groter dan van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Oké, dan hebben we Ali al-Ridha alayhi salam. En wie is onze negende imam? Wie is onze negende imam? Imam Jawad. Imam Jawad alayhi salam. Nu gaan we weer naar Imam Jawad alayhi salam. Hey. Maandag hebben we hem herdacht. Imam Jawad alayhi salam. Wat weten we van Imam Jawad alayhi salam? Niks. De meesten weten helemaal niks van hem. En dat is onze verantwoordelijkheid. Kijk, wij zeggen, wij geloven niet in één of twee imams. Imam Ali, Imam Hussein. Wij geloven in 12 leiders. Je bent pas een Shiïtse moslim als je gelooft in de 12 leiders. Dus het kan niet zo zijn. Want de ene is niet, kijk, in essentie wat belangrijker dan de ander. De imams zeggen wel altijd, omdat we zoveel respect hebben voor Imam Ali alayhi salam. Zij zeggen, hij is een stap hoger dan alle andere imams. Maar in principe, als moslims, geloven wij dat alle imams net zo belangrijk zijn als de andere imam.
Imam al-Jawad alayhi salam is net zo belangrijk als Imam al-Hussein alayhi salam. Wij geloven als Shiïtse moslims, onze aqida is, dat is als Imam al-Hussein alayhi salam in de positie was van Imam al-Sadiq, zou hij de mensen ook de fiqh en de aqida hebben gepresenteerd. Als Imam al-Hadi alayhi salam, waar we zo op komen, wie de zoon is van Imam al-Jawad alayhi salam, als hij in de positie was van Imam al-Hussein, zou hij ook in opstand komen. En dat is een belangrijke principe die wij moeten kennen in onze aqida van de imams. Dus dat betekent dat als jij van Imam Hussein alayhi salam houdt, dat jij net zoveel van Imam Jawad alayhi salam moet houden. Dat je ook naar zijn bijeenkomsten moet komen. Dat je ook van hem moet leren. Wie was hij? Want Allah subhanahu wa ta'ala, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd: Inni ta'wikum fikum al-thaqalain. Ik laat aan jullie twee belangrijke dingen achter in zijn hajj, in zijn laatste hajj en enige hajj. Kitab Allah wa itayt ahli bayti. Jullie moeten aan hun vasthouden. Goh, wij moeten dus ook vasthouden aan Imam Jawad alayhi salam. Waarom werd hij Imam al-Jawad genoemd, de vrijgevige? Waarom zei zijn vader, Imam Ali Rida alayhi salam, over hem: zijn geboorte is de grootste ni'ma voor de Shiiten. Zijn geboorte is de grootste zegeningen voor de Shiïtse moslims. Hoe komt dat? Had het iets te maken met het feit dat er in die tijd ook een vage stroming was, al-Waqafiyya, die stopte bij de imamen van Imam al-Kadhim alayhi salam? Was er iets wat bewezen moest worden aan de moslims over imamen? Wij geloven de imamen zijn drie dingen. Zijn nas, ze zijn gekozen door Allah subhanahu wa ta'ala. Ze hebben isma. Ze zijn ma'sumin, ze zijn onfeilbaar. Dat betekent dat ze geen fouten maken. Niet dat ze geen fouten kunnen maken, nee. Hun geloof is zo groot dat ze geen fouten willen maken. En ze hebben ilm. En waarom is dit een ni'me, Imam al-Jawad? Omdat hij op 8-jarige leeftijd imam werd. Moet je nagaan, een 8-jarige jongen die dan de imam is, de vertegenwoordiger, de hujja van Allah subhanahu wa ta'ala op aarde. Zou hij hem volgen? En zijn moeder was een Afrikaan. Hij had een donkere huid. Moet je nagaan. Een donkere 8-jarige jongen die de wereldleider eigenlijk is. Geen politieke leider, maar de spirituele leider van heel de wereld. Vraag jezelf af. Zou jij die persoon volgen? Tuurlijk, inshallah zeggen wij ja. Maar zou die persoon volgen? Dezelfde vraag die wij stellen hier bij Imam al-Jawad alayhi salam, stellen wij bij Imam Hussein alayhi salam. Zou je Imam Hussein alayhi salam joinen? We zeggen allemaal ja. Maar snap je? Dat is het punt. Ieder imam, zou jij Imam Sadr alayhi salam volgen? Er zijn heel veel verhalen om te vertellen, maar in verband met de tijd. Weet je, er kwam een metgezel naar Imam Sadr alayhi salam en hij zei: O imam, waarom ze gewoon gaan we niet in opstand tegen de Abbasiden? Ik zal jou helpen. Hij zegt: ga zitten in die klei oven waar brood wordt gemaakt. Ga zitten. Imam met zijn klei oven, die vuur is aan, hoe kan ik daar zitten? Hij zegt: ga daar zitten. Hij zegt: die man twijfelt, hij ging daar niet zitten. Toen kwam een andere persoon, een ander metgezel. Een echte metgezel van Imam Sadr alayhi salam. Hij zei tegen hem: oh jij, ga zitten in die klei oven. Hij ging geen vragen stellen, hij ging gelijk zitten. Hij ging daar zitten en het vuur deed hem niks. Het was alsof hetzelfde verhaal met Nabi Allah Ibrahim, die zei tegen het vuur: Kunu bardan wa salama. Wees koud en wees vredig tegen mij. En met die man kwam er daarna uit, hij gebeurde niks met hem. Maar Imam Sadr alayhi salam zei tegen de eerste metgezel: hij zei, luister, als ik 10 mensen had zoals hem, zoals hij, dan zou ik nu in opstand komen. Maar die heb ik niet. Dus de metgezellen van Imam Hussein alayhi salam zijn daarom zo bijzonder. De mensen die hun hele leven opofferen. Oké, Imam al-Jawad alayhi salam. Wij weten, ik heb net gezegd, zijn zoon, Imam al-Hadi alayhi salam. Wat weten wij van Imam al-Hadi alayhi salam? Zeg alsjeblieft, wat weten wij van hem? Ik zeg dit niet om te wijzen, want ik wist ook niks over hem. Maar ik wil alleen maar onszelf motiveren en sterk houden dat wij als Shiïtse moslims moeten beseffen dat deze mensen onze eer zijn. Deze ma'sumin zijn onze eer en wij kunnen echt wat van hun leren. Niet alleen van Karbala. Wij kunnen ook van Imam al-Jawad alayhi salam dingen leren, zoals ik inshallah zaterdag ga vertellen. He, iemand die jong is, moet je respecteren. Inshallah tot zaterdag ga je weten. Iemand die jong is, moet je respecteren. Of die nou, want Allah subhanahu wa ta'ala kan hem kennis geven. Nabi Allah Isa alayhi salam heeft kennis gegeven. Nabi Allah Yahya alayhi salam was kennis. Kennis voor op jonge leeftijd. Imam al-Hadi alayhi salam. Wat weten wij van Imam al-Hadi alayhi salam? Die opeens naar Samarra moest. Op welke manier werd hij onderdrukt? Wat kunnen wij van hem leren? Onder hem was een bepaald systeem. En daar begon al eigenlijk een bepaald systeem waarin hij wel zijn metgezellen die geleden waren moest vertrouwen. En de zoon van Imam al-Hadi alayhi salam, onze elfde imam, Imam Hassan al-Askari, de vader van Imam al-Mahdi ajallahu fawjahu sharif. Dus Imam al-Jawad alayhi salam is de grootvader van Imam Hassan al-Askari, wie de vader is van Imam al-Mahdi alayhi salam. Snap je hoe die link gaat? Dus wij kunnen niet alleen Imam al-Mahdi alayhi salam belangrijk vinden. Hoeveel respect zal Imam Mahdi alayhi salam wel niet hebben voor zijn grootovervader Imam al-Jawad alayhi salam? Imam al-Jawad alayhi salam, hoeveel respect heeft hij voor Imam al-Kadhim alayhi salam?
et cetera, et cetera. Snap je? Dus ze zijn zeg maar allemaal, ik zeg voetbalelftal, omdat ze zijn allemaal onderdeel van hetzelfde team. Het team van het Thakaleen. Waarin, voor jullie om te begrijpen, de trainer, de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam is. De aanvoerder is van Ali alayhi salam. Snap jullie dat? En de eigenaar is Allah subhanahu wa ta'ala. Ik probeer het voor jullie, omdat jullie het begrijpen. Snap je? Want voetbal is het enige waar je om geeft. Ik ook. Dus snappen jullie? Ik probeer die structuur in je hoofd te zetten van hoe heeft God ons leven opgebouwd? Hoe heeft God onze geloof opgebouwd? Hoe heeft God onze aqide opgebouwd? Zodat wij beseffen, en nu kom ik naar het stukje atheïsme. Zodat wij beseffen dat alles in dit leven een doel heeft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Heilige Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Degene die Allah gedenken terwijl ze staan, zittend of op hun zij liggen. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. En die nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde en die daarna zeggen Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanak faqina 'adhabana. O Allah, wij hebben dit allemaal gezien. U heeft dit allemaal niet zonder doel geschapen. Hier zit wat in, hier zit structuur in. Over de imams, over de aqide, over de universum, over de zeeën. Over de regen, over de appels die groeien. Over onze organen, over onze bloedvaten die op dit moment zuurstof vervoeren. Zuurstof, wat is zuurstof? Hoe komt dat in mijn bloed? Hoe worden al mijn organen, ledematen, nieren, ogen? Hoe dan? Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala wil van ons. Dus we zoomen uit, we gaan naar de maatschappij, we kijken atheïsme, we kijken bepaalde propagandas die in onze nek worden gepusht. Die alles laat vervallen. De hele maatschappij moet vervallen. Man moet vervallen. Een vrouw moet vervallen. Er bestaan geen man meer in deze maatschappij. Zij willen dat we allemaal gelijk zijn. Omdat zij denken of bewust pushen dat wij dan gelijk zijn. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet gelijk geschapen. De vrouw heeft bepaalde kwaliteiten. De man heeft bepaalde kwaliteiten. En de man heeft bepaalde zwakheden. De vrouw heeft bepaalde zwakheden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gemaakt. وخلق الله سبحانه وتعالى في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن vanuit jullie heeft hij paren geschapen zodat jullie rust in elkaar vinden. Hoe kan je rust in elkaar vinden? Yin yang, de ene vult elkaar aan. Snap je? En zo is het leven. Als mensen zeggen atheïsme, God ga uit, feestjes, halfnaakt gekleed, kinderen die 12 jaar zijn en gekleed zijn alsof ze gewoon halfnaakt, sorry dat ik het zeg, zijn. Waar zijn we mee bezig, man? Waar zijn we mee bezig? Mensen zijn de weg kwijt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Die mensen zijn dhalim. Die mensen zijn verdwaald. Ihdina as-sirat al-mustaqim. O Allah, zeggen wij in ons gebed. O Allah, leid ons naar het pad. Maar je kan pas geleid worden als je je hart openstelt. Kijk hoe verdwaald de wereld is. Wij moeten nu nog meer focussen op ons gebed. Ja Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhum. Het pad die je aan diegene hebt gegeven. Wie zijn diegenen? De profeten, de awsiya, de a'imme. Ghayril maghdubi alayhim. Niet aan diegenen die verdwaald zijn, o Allah. Laat ons niet zijn zoals diegenen die verdwaald zijn, o Allah. Leid ons, ja Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Hoe vaak lezen we dat? Inshallah zal ik niet te lang houden, een beetje passie. Mag ook kunnen. Maar alsjeblieft, Shabab, kijk waar het rechte pad zit. En laat je niet verleiden door die dingen die zo verdwaald zijn. Kijk om je heen hoe verdwaald mensen zijn. Ook al ben je 16, 17. Je krijgt hormonen. Je krijgt puberhormonen. Eeuwa, vissa joinen. Nee, skip. Laat gaan, want je gaat verdwaald raken. Je gaat verdwaald raken. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. Ik sluit daarmee af. Die zegt, de dunya is alsof je één druppel van... Dus alsof je dorstig bent. Maar de dunya is als zout water. Je drinkt het op. Je denkt dat je jezelf lest. Maar je krijgt steeds meer dorst. Omdat het zout water is.